De acties van de bond Bijhuizen Asiana zijn gisteren na een bezoek van minister Uray Kiet Ramsaran van Sosafo opgeschort. De minister hield het personeel voor dat de kleding- en vervoerstoelagen uitbetaald worden in de maand april 2023 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023. De wachttoelagen en de nieuwe toelagen, genaamd dienstverantwoordelijk, worden uitbetaald in mei 2023. Ook gaven de bond en het personeel aan op zeer kort termijn te willen zitten met het onderhandelingsorgaan over de rechtszekerheid van de leden. President Santokki is in goede conditie en er is geen reden voor zorg inzake zijn gezondheid, is de conclusie na gespecialiseerde functionele testen die in Suriname nog niet beschikbaar zijn. Op advies van het medisch team van president Santokki is er de afgelopen dagen in Nederland aanvullend onderzoek gedaan. Het staatshoofd maakt zich weer op voor terugkeer naar Suriname het komende weekeinde. De Centrale Bank van Suriname laat weten dat de uitvoering van de openmarktoperaties, OMO's, conform de overeenkomst met het IMF plaatsvindt. OMO's behoren tot de standaard monetaire instrumenten die centrale banken wereldwijd hanteren. De OMO's beginnen met de vaststelling van een groeivoet voor de economie, een inflatiedoel en een streefdoel voor de omvang van de basisgeldhoeveelheid in de economie. De moederbank betreurt het dat berichten zijn verschenen over haar beleid. Echter tonen deze berichten en opmerkingen aan dat veel prominenten binnen de samenleving inhoudelijk niet bekend zijn met de overeenkomst met het IMF. Dit leidt tot veel maatschappelijke ruis, hetgeen geheel contrair is aan de rust en stabiliteit die nagestreefd wordt.